Goedemorgen jongens. De dag voor kerst. Goed dat jullie er allemaal zijn. Morgen hebben we lekker een rustdagje. En de dag daarna jongens, als je met de kerstworkout meedoen. Het gaat er eentje worden, hè Jess? Ja. Ja, het gaat een hele leuke worden. Dus wees erbij, zaterdagochtend 11 uur. Goed, voor we daar naartoe gaan jongens. We gaan lekker beginnen vandaag met een Tabata-stijl workout. We gaan 4 verschillende Tabata's doen. En een Tabata bestaat uit 8 rondes van 20 seconden werken en 10 seconden rust. Vandaag bepaal jij dus zelf hoe hard je wilt gaan. Je kan in die 20 seconden volle bak gaan. Of je kan zeggen, ik ga gewoon wat relaxer bewegen voor 20 seconden lang. Hoe we deze gaan doen? Elke Tabata doen we eerst de 8 rondes achter elkaar van 1 oefening. Krijgen we 1 minuut rust. Dan gaan we naar Tabata 2, doen we 8 rondes van de tweede oefening. Dus we gaan niet alle oefeningen achter elkaar aandoen. We doen eerst 1 hele Tabata per oefening. Oefeningen bestaan uit een hang power clean met het gewicht die je hebt. Kan een kettlebell, dumbbell, backpack, flessenwater, wat je ook beschikbaar hebt. Oefening 2 zijn push presses. Oefening 3 zijn de mountain climbers. En oefening 4 is de goblet squat. Dus een beetje een full body workout vandaag. Voor we daar naartoe gaan, gaan we uiteraard de oefening van laten zien zometeen. Zeker de clean, waar we een beetje op moeten gaan letten. Maar voor we daar naartoe gaan, gaan we even lekker opwarmen. Jessica is al een beetje aan het stretchen. Wat we gaan doen jongens voor de warming-up. Ook hier doen we een Tabata-stijl warming-up. Wederom 4 oefeningen. We gaan 3 rondjes maken. Elke 20 seconden werken per oefening. Tussen de oefeningen krijgen jullie 10 seconden rust. Oefening nummer 1. High knees. Wat jullie gaan doen... Jesse die gaat klaarstaan. Vanuit de staande positie gaan de knieën zo hoog mogelijk brengen als ze kunnen. En probeer ze echt zo hoog mogelijk te brengen als je kan, jongens. Dus niet van die lullige knietjes omhoog. Dus niet dribbelen. We willen echt high knees zien vandaag. Dat doen we 20 seconden. Dan krijgen we 10 seconden rust en switchen naar de volgende oefening. Up-downs. Handen naar de grond in een plank. Zorg dat je in die plankpositie goed je buikspieren aanspant en echt als een plank blijft. Dus niet helemaal door zijn. Oefening 3, swings. Pak een object, kettlebell, dumbbell. En we gaan 20 seconden lang mooie swings maken. Zorg dat je goed uit de heupen werkt, explosief bent. Voel je hamstrings, rechte rug houden. Pak je kind op, zwaai met je kinderen. Kan ook Paco, heel goed. En de laatste jongens, de sit-ups. Gaan we de core heel even warm maken. Gewoon relax, goed je armen gebruiken. Handen raak je achter je hoofd aan op de grond. En voor je voeten raak je ook de grond heel even aan. Dus we willen de full range of motion zien. Dit doen we in totaal 3 keer. We hebben steeds 10 seconden rust tussen de oefeningen. En ik zal steeds aangeven wanneer we moeten gaan switchen. Ja? Alright guys. Dan mogen jullie klaarstaan. We beginnen als eerste met de high knees. Get ready. Gaan we in 3, 2, 1. En here we go. Gewoon lekker relax. Breng die knieën mooi omhoog. Gaan we ook gelijk die core activeren. Laatste 3, 2, 1. En rust. Switchen we zometeen door naar de up-downs. 5 seconden. In 3, 2, 1. En here we go. Goed die buikspieren aanspannen jongens aan die plankpositie. Zorg dat je niet doorzakt. Goed die heupen strekken bovenin. Nog 3, 2, 1. En rust. Gaan we naar de swings. Ik mag een object erbij pakken. In 3, 2, 1. En here we go guys. Goed uit die heupen werken. Je brengt het gewicht ongeveer ooghoogte. Heel goed jongens. Laatste 5. 3, 2, 1. En rust. En dan gaan we naar de sit-ups toe. In 5 seconden. 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Lekker relax sit-ups. Gebruik goed die armen.
Maak het makkelijk voor jezelf. Laatste 5. 3, 2, 1. En here we go, rust. Here we go, rust. Ik denk, we gaan weer een rondje. Oh nee. Nieuwe ronde komt eraan, guys. Terug naar de high knees in 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Knieën lekker omhoog. Probeer ook recht op te blijven, jongens. Niet achterover leunen. Nog 5. 3, 2, 1. En rust. Terug naar de up-downs. Get ready, guys. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. 20 seconden up-downs. Lekker steady pace. We zijn niet begonnen met de workout. Bewaar die energie voor straks. Chester gaat nu wel heel langzaam. En rust, jongens. Goed, gaan we naar de swings. In 3, 2, 1 en kom maar. Goed, jongens. Lekker steady. Laatste 5. 3, 2, 1 en rust. Naar de sit-ups. Komt weer aan in 3, 2, 1 en kom maar. Heel goed, jongens. 3, 2, 1. En rust. We hebben 2 rondes gehad. Gaan we nog 1 rondje doen. Beginnen we weer met die high knees. In 3, 2, 1. En kom maar, guys. Heel goed. Je kan je handen zoals chest doet als target gebruiken. Dan weet je zeker dat je de knieën mooi overbrengt. Laatste 5. En 3, 2, 1. En ontspan. Up, down. In 3, 2, 1. En here we go. Lekker steady pace blijven houden, jongens. Het hoeft nog steeds niet snel te zijn. Laatste 5. 3, 2, 1 en rust. De laatste keer de swings. Komt hij weer in 3, 2, 1 en gaan we weer. 20 seconden werken. Blijf goed je heupen gebruiken, zodat je een rechte rug houdt. Pas jongens. Laatste 3. En rust. Nog 1 keer de sit-ups. In 3, 2, 1. En gaan we. Kom maar, laatste keer. Dan zit de warming up erop. Goed, jongens. 3, 2, 1. En rust. Goed. Ontspan lekker, jongens. Drink even een slokje water. En dan ga ik met Chester laten zien wat de oefeningen voor vandaag zijn. Nogmaals, we gaan 4 Tabata's doen. Tabata bestaat uit 8 rondes van 20 seconden werken, 10 seconden rust. Dus elke Tabata duurt 4 minuutjes. We beginnen zo meteen met de eerste oefening, de hang power clean. Je kan die voor een dumbbell gebruiken, kan even ook een kettlebell als je het hebt, of een backpack die we zo meteen ook even gaan laten zien. We beginnen eerst met de dumbbell. Als je een dumbbell gebruikt, wordt het single arm hang power clean. Dus je hebt met één hand de dumbbell vast
En dan gaan we elke herhaling gaan we lekker afwisselen. Chester, die deadlift eerst de dumbbell naar een gestrekte positie met de heupen. Vanuit hier komt hij in de hangpositie, dus net boven de knieën. En vanuit hier is een explosieve beweging vanuit de heupen naar de schouders. Nog een keer laten zien. Hangpositie naar de schouders. Zorg ervoor dat je het gewicht mooi dicht bij je lichaam houdt. Dus voorkom dat het echt een swing gaat worden. Maar dat je mooi langs het lichaam mee omhoog trekt, zodra je die heupextensie opzoekt. De hang power clean. Als je dus een dumbbell gebruikt, gaan we elke herhaling afwisselen van hand. Heb je een kettlebell, wordt het een iets andere beweging. Ietsje lastiger ook, denk ik. Ook hier hetzelfde, je deadlift eerst kettlebell. Komt ook weer in die hangpositie. Hetzelfde idee, alleen omdat de kettlebell een beetje een onhandig object is, wordt het wel een iets complexere beweging om hem naar de schouders te krijgen. Yes. Heb je nou geen dumbbell of kettlebell thuis, kunnen we ook een backpack gebruiken of iets waar gewicht in zit. Zorg ervoor dat je het een beetje een zware backpack maakt. Dus maak het niet makkelijk voor jezelf. Je kan er boeken in doen, je kan het verzwaarden. Er is ook steen als je het hebt in je tuin of je doet een gevulde fles water. Als je maar iets van gewicht in jouw backpack hebt. De backpack, deadlift je ook weer naar de heupen toe. Vanuit hier kom je in de hangpositie, in een vloeiende beweging vanuit de heupen. Breng het gewicht ook weer naar de schouders. Deze doe je dus met twee handen. Hoef je dus niet opening te doen elke keer. Ja? Goed. Dat is oefening 1. Deze gaan we 8 rondes achter elkaar doen voordat we doorgaan naar de volgende Tabata. Hebben we 8 rondes gehad, krijgen we 1 minuut rust. En dan gaan we door naar oefening 2, de push press. Ook hier heb je een wat kleinere dumbbell. Kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld single arm push presses te doen. Heb je een wat zwaardere dumbbell of zwaarder gewicht, kan je gewoon met beide handen een push press doen. Het gewicht begint op de grond. Je brengt hem naar de schouders toe. Vanuit de staande positie maak je een kleine dip. Let erop dat je bovenlichaam mooi recht blijft. Dus niet voorover leunen en die kont naar achter brengen. Krachtig vanuit die benen werken en breng het gewicht in een vloeiende beweging boven het hoofd. De push press. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld 20 seconden aan één kant te doen en vervolgens 20 seconden aan de andere kant. Heb je nou wat zwaarder gewicht, kan je ervoor kiezen zoals Chester nu heeft in een front rack positie. Begin je weer met een kleine dip en breng je beide handen op die manier boven het hoofd. De push press. Ja? Ook hier 8 rondes. Oefening nummer 3, mountain climbers. Hebben we al vaker in warming-ups gedaan. Belangrijk bij de mountain climber is dat we starten in een goede plankpositie. Dus je schouders zijn boven de handen. Je bent in een mooie, lichte, hollow-achtige positie. Vanuit deze positie hou je het gewicht op je handen en ga je knieën één voor één richting de borst of de ellebogen brengen. Zorg ervoor dat je deze positie continu vasthoudt. Wat we vaak gaan zien bij deze oefening is dat het volgende gebeurt. Dan gaat de kont helemaal omhoog en krijgt een beetje een gekke beweging in die mountain climber. Blijf als een plank, zorg dat je goed die buikspieren voelt. Ook weer 8 rondes. En we eindigen met de goblet squat, jongens. Hier gaan we ook weer gewicht voor gebruiken. Je pakt het gewicht op. Kan ook weer kettlebell dumbbell en je brengt hem in de goblet positie. Oftewel bij de borst. En beide handen houden het gewicht vast. Vanuit hier gaan we squats maken. That's it. Zorg ervoor dat je goed die ellebogen licht naar voren houdt. Zodat je wat mooi rechtop blijft in jouw squatpositie. En dan gaan we 8 rondes squats maken. En dan zit hij erop voor vandaag, jongens. Ik ga jullie even een klein minuutje geven. Als je de oefening even kort wil oefenen of heel even op wil warmen, kan je dat nu even doen. Jesse moet recht naar de wc. En zorg dat je flesje water klaar staat, jongens. Tussen de Tabata's hebben we steeds een minuut rust. Dus ga niet tijdens de Tabata in je 20 seconden werken water drinken. Is helemaal niet nodig. Je hebt steeds kort 10 seconden tussen de rondes. Kan je een heel klein slokje nemen. Maar na elke Tabata, dus na 4 minuten, heb je gewoon een minuut de tijd om even wat water te drinken. Je overleeft echt wel 4 minuten zonder water. Ja? Klaar voor Chess? Chess is er klaar voor. Top. Dan gaan we de Tabata volgen op de klok. Oké, maak jullie klaar, jongens.
We gaan over 10 seconden. Get ready. 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Hang power cleans. Lekker steady blijven bewegen. Laatste 5, 3, 2, 1 en kort rust. We blijven bij die hang power cleans, jongens. Komt ie weer aan in 3, 2, 1 en gaan we. Kom maar. Netjes. Werk goed uit die heupen. Het is een beetje een sprongbeweging. Hoe explosiever je bent, hoe makkelijker het gewicht mee omhoog komt. Zeker als de rondes langer worden zometeen. En rust. Get ready, guys. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Hang power cleans. Zorg dat je weer gelijk klaar zit, jongens, als die klok weer gaat lopen. Dus niet pas het gewicht oppakken wanneer de 20 seconden begint. Moet een beetje streng zijn voor Chester, hè? 3, 2, 1 en rust. Het is steeds maar kort werken, dus we willen de volle 20 seconden werken, guys. Komt ie weer aan. 3, 2, 1 en gaan we. Netjes. We zitten in ronde 4. Blijf lekker bewegen, jongens. Heel goed. Nog 5 seconden. 3. 2, 1 en rust. Chester is trots op zijn eigen beweging. 3, 2, 1 en gaan we weer. Kom maar. Zit in ronde 5, jongens. Gaat goed. Houd het vast. Nog 5. 3. 2, 1 en rust. Ja. Komt ie. Get ready and go. Hang power cleans, guys. Ronde 6. Gaat goed. Blijf goed die heupen gebruiken. Netjes, jongens. Klasse met die kettlebell. Het is een stuk lastiger, maar het gaat hartstikke goed. 3. 2, 1 en rust. Netjes, jongens. Komt ie weer. 3, 2, 1 en here we go. Klasse, jongens. We hebben nog 2 rondes te gaan. Houd het vast. Laatste 5. 3, 2, 1 en rust. Laatste ronde voor deze Tabata. Dan krijgen jullie een minuutje rust. En here we go, guys. Kom maar. Laatste keer. Houd het tempo lekker vast. Klasse, Stef. Mooi tempo. Job, Megan. Laatste 3. 2, 1 en rust. Heel goed, jongens. Zodat je nu even lekker een slokje water drinkt. Even rustig bij komt. We gaan zo meteen naar de push presses. Dus 8 rondes lang, vooral schouders. Dan kan je vast garanderen, die mountain climbers daarna, die worden echt heel erg leuk. Is er een? Ja, het is warm, hè? Oké. Ga je weer klaarmaken, jongens. Over 20 seconden gaan we weer bewegen.
10 seconden. Ga naar de push press, guys. Get ready. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. 20 seconden lang push presses. Kleine dip. Werk goed uit die benen, jongens. Zorg dat je krachtig en explosief bent. That's it. Nog 3, 2, 1. En rust. Lekker Paco, 2 kettlebells. Nog 3, 2, 1. En gaan we weer. Kom maar, 20 seconden werken. Heb je net alles met links gedaan, kan je nu voor rechts kiezen. Slaatjes. 3, 2, 1. En rust. Lekker, guys. Nieuwe ronde in 3, 2, 1. En gaan we. Kom maar. Heb je wat zwaarder object, kan je beide handen gebruiken zoals Chester nu doet. Hou hem in je front rack position. Klas Tom. Drie, twee, één. En rust. Gaat lekker, jongens. Verzuring begint langzaam te komen. Get ready. En gaan we weer. Nieuwe ronde. Kom maar. Blijf explosief in deze beweging, jongens. Hoe meer we de benen en de heupen gebruiken, hoe makkelijker het gewicht omhoog gaat. Voorkom dat je te veel uit je schouders werkt. Blijf explosief. 3, 2, 1 en rust. Good job, guys. 3, 2, 1 en nieuwe ronde. Kom maar, we zitten in ronde 5. Good job, Megan. Kom, Paco, hou vast. We gaan die 8 rondes volmaken. Nog 3, 2, 1 en rust. Lekker, jongens. Komt ie weer. 3, 2, 1 en gaan we. Klasse, guys. Blijf die heupen gebruiken. We willen explosiviteit zien. 3, 2, 1 en rust. Klasse, jongens, komt ie weer. Get ready and here we go. Nieuwe ronde. Zit in ronde 7. Nog 2 te gaan, guys. Kom op. Hierna krijgen we weer een minuutje rust. Lekker, jongens. Ziet er goed uit. 3, 2, 1 en rust. Dan gaan we de laatste ronde zo in. Get ready. In 3. Here we go. Netjes. Blijf die volle 20 seconden werken, guys. Dit is de laatste van de push press. Netjes. Laatst 3, 2, 1 en rust. Heel goed. We krijgen weer een minuutje, jongens. Kort je schouders rust geven. Neem een klein slokje water. Op minuut 10 gaan we weer starten met een nieuwe set. We komen zo de mountain climbers eraan, guys. Zorg dat je goed het gewicht op de handen houdt. En blijf als een plank je mountain climbers doen. 20 seconden. Doe even een handje.
Oké, 10 seconden jongens. Gaan we in 5, 3, 2, 1. En here we go, guys. Kom maar. 20 seconden mountain climbers. Ze hoeven niet super snel. Blijf gewoon die 20 seconden werken, jongens. Laatste 5, 3, 2, 1. En rust. Komt u weer in 3, 2, 1 en gaan we. Nieuwe set. Netjes, houd het vast. Klasse, guys. 3, 2, 1 en rust. Gaan we onder 3 in. 5 seconden. 3, 2, 1. En gaan we. Kom maar. Zelfde mooie positie. Span die buikspieren aan. Hou die heupen mooi laag. Job, guys. Kom aan. 3, 2, 1. En rust. Dit wordt een pittige, jongens. 3, 2, 1 en gaan we weer. Kom maar. Lekker bezig, houd het vast. Laatste 5. 3, 2, 1 en rust. Ja, hij is pittig, hè? Lekker, jongens. Zit op de helft van de mountain climbers. Komt hij aan in 3, 2, 1 en gaan we weer. Lekker bezig, zijn er bijna, kom op. 5, 3, 2, 1 en ontspan. 10 seconden rust. 5 gehad, 3 te gaan. Komt ie weer, jongens. Maak je klaar en go. 20 seconden werken. Lekker bezig, kom aan. 3, 2, 1. En ontspan. Lekker, guys. Laatste 2. Komt-ie en here we go. 20 seconden werken. Laatste 2 rondes, jongens. Kom aan, houd het vast. That's it. 3, 2, 1 en rust. Laatste 10 seconden voor de laatste ronde. Get ready. 3, 2, 1. 1 en de laatste 20 seconden werken, jongens, van deze oefening. Hou diezelfde beweging vast. Span die core goed aan. Hou die heupen laag. Ziet er goed uit, guys. Laatste beetje, kom op. 3, 2, 1 en ontspan. Klasse, guys. Lekker. Net jongens, we hebben 3 oefeningen gehad. We hebben er nog eentje te gaan. Valt altijd tegen op een gegeven moment, hè? Eet je gewoon Ja. Maar het valt nog mee. Ja, het is echt schouders ook. Leuk. Ja. Zo, de laatste komt er zo aan, jongens, de goblet squat. Ook hier gaan we toch weer een beetje schouders gebruiken om het gewicht in die goblet positie te houden. Probeer een steady pace te vinden op die squat. Gaan over 15 seconden weer beginnen.
Oké, maak je klaar, jongens. 5 seconden. 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. 20 seconden goblet squats. Steady pace. Zoek mooi die diepte op. En focus op mooi trotse borst. Blijf rechtop in die squat. Ga niet vooroverleunen, jongens. 3, 2, 1. En rust. Komt hij weer aan, guys. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Probeer hetzelfde aantal squats te halen zoals je net deed. Heel goed, jongens. Hou vast. Laatste 3, 2, 1. En rust. Goed bezig, jongens. Komt ie weer. 3, 2, 1. En gaan we. Kom maar. Lekker bezig. Drie, twee, één. En rust. Klasse, guys. Komt u weer. Get ready. En gaan we. 20 seconden werken. Ronde 4 zitten we. Hou dit lekker vast, guys. Het is het laatste beetje werken van vandaag. Jullie gaan hartstikke goed. Drie. 2, 1 en rust. Lekker, guys. Op de helft. De rust is bijna weer voorbij. In 3, 2, 1 en here we go, guys. Kom maar. En Tom, kom aan, hou vast. Laatste 5. 3. 2, 1 en rust. Lekker, jongens. Get ready. 3, 2, 1 en gaan we. Setje nummer 6. Gaat goed, guys. We zijn er bijna. Kom op. We gaan nu niet opgeven. We blijven bewegen. Laatste 5. En 3. 2, 1 en rust. Lekker, guys. We hebben nog 2 rondes te gaan. Maak je weer klaar in 3, 2, 1 en here we go. Kom maar. Hou die spanning goed vast. Zoek mooi die diepte in je squat op. Blijf bewegen, guys. Gewicht blijft bij de borst. Laatste 3, 2, 1 en rust. En dan komt de allerlaatste ronde eraan, jongens. En here we go. Kom maar. 3, 2, 1. Heel goed. Laatste 10 seconden. Kom aan, blijf bewegen. Nog een paar squats, guys. Kom op. Laatste 5, 3. 2, 1 en done. Lekker, jongens. Zo. Tabata Thursday. Zit erop. Drink even lekker een slokje water, jongens. Nu mag je lekker bijkomen. Het enige wat ons nog rest zometeen is een stukje mobiliteit. Voor degenen die dat willen. Heb je daar niet zo'n zin in? Nee, je moet. Stef. Fijne dag nog. Doei, leuk dat je er weer was. Doei. En voor de rest, kom heel even kort bij. En dan gaan we zo lekker even stretchen. Zo. Lekker gewerkt, jongens.
Right. Ben je klaar voor chess? Ja. Ja? Goed. Gaan we even lekker stretchen, jongens. Waar we mee beginnen. We hebben op het eind een beetje bovenbenen gebruiken, zoals chess er nu zit. Boven op zijn enkels. Mag je even je knieën ietsje breder neerzetten als dat wat prettiger is. En dan gaan we rustig achterover leunen. En even een stretch voelen bij die bovenbenen. Je kan zoals chess op je handen leunen. Ben je wat mobieler, kan je op een gegeven moment een beetje helemaal naar achter gaan. Rustig op die ellebogen leunen. Of zelfs helemaal plat op de grond. Stretch hierbij dus zowel de enkels als de bovenbenen. Wat je even voor kan doen is die heupen nog wat naar voren duwen. Nog een half minuut. Tien seconden. Nog drie, twee, één. En ontspan. Goed, mag je op je voeten komen staan? Mag je een hele brede stand aannemen, dus je voeten helemaal wijd zetten. En vanuit hier gaan we rustig vooroverleunen. Waarbij die benen mooi gestrekt blijven. Je mag je bovenlichaam gewoon helemaal laten hangen. Belangrijk dat die benen mooi gestrekt blijven. Kijk of je steeds ietsje dieper kan zakken. Laatste 10 seconden. Drie, twee, één. En ontspan. Goed, mag je op de billen komen zitten. Benen mogen gestrekt voor je. Eén been breng je over die andere heen. Op die manier. En je gaat nu je knie vastpakken en die trek je richting de borst. Ik wil dat je hier mooi rechtop gaat zitten. Hoe rechterop je zit, hoe meer stretch je waarschijnlijk in die bilspier gaat voelen. Pakken we deze 1 minuut aan deze kant en vervolgens een minuutje aan de andere kant. We kunnen toch nog iets knuffelen in deze coronatijd. Laat je knie knuffelen. Seconden. Nog drie, twee, één. En om. Wissel van kant. Ja, voel je hem? Ja, goed, ja. Goed jongens, let op je ademhaling. Rustig neus in. Diep mogelijk door die neus in te ademen. En dan blaas je het rustig door je mond uit. Je zult merken dat je lichaam dan meer in ontspanning komt. Je gaat wat dieper de stretch in. Laatste 10. Nog 3, 2, 1. En ontspan.
Wat je nu mag doen is je armen breng je achter je lichaam en draaien tegenovergestelde richting. Je gaat nu een hele mooie grote borst maken. En eventueel met de heupen iets naar voren komen nog, met de billen. De handen laat je staan, zorg dat je een goede stretch voelt in die borst. Kan ook. En hou die borst mooi groot, jongens. Dan zul je wat meer stretch gaan voelen, met name ook aan de voorkant van die schouders. Laatste 10. Drie, twee, één. En dan de lekkerste van vandaag, de rebound. Je mag even lekker helemaal achterover komen. Ontspan je lichaam volledig. Ogen mogen dicht. Let puur op je ademhaling. Laat alles helemaal ontspannen. Alright guys, dat was het voor vandaag. Wil je nog even blijven liggen? Blijf vooral lekker liggen. Top gewerkt guys, Tabata Thursday. Morgen eerste kerstdag, hebben we allemaal even lekker rust. Vooral veel eten en drinken gok ik. En vergeet niet zaterdag de cash workout. Yes, fijne dag allemaal jongens en ik zie jullie allemaal heel snel weer. Doei!